Het is vandaag 12 maart. En waarom sta ik op 12 maart in Woerden? Omdat 650 jaar geleden, precies op 12 maart van het jaar 1372, Woerden stadsrechten kreeg. En hoe kwam Woerden daaraan? Dat hadden ze cadeau gekregen van de graaf van Holland. En de graaf van Holland was zeer te spreken over Woerden, omdat Woerden zich op krijgshaftige wijze had verdedigd tegen de pogingen van de bisschop van Utrecht om de zaken hier onder controle te krijgen. En eigenlijk, als je die hele geschiedenis van Woerden bekijkt, dan moet je zeggen dat ze met enige regelmaat zo'n krijgshaftige indruk hebben gemaakt. Ze hebben zich teweergesteld tegen in feite alle personen die hier in de buurt ooit gevochten hebben om ons te onderwerpen. Tegen de Romeinen hebben ze zich teweergesteld, tegen de bisschop van Utrecht hebben ze zich teweergesteld. Ze hebben zich teweergesteld tegen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog, tegen de Fransen in het fameuze rampjaar, tegen de Fransen aan het eind van de Napoleontische tijd en dan hebben we in feite ook nog de Duitsers. Maar dat is eigenlijk voor een andere uitzending. Maar u begrijpt dat Woerden in feite al die malen pal heeft gestaan voor de verdediging van de vrijheid. En misschien is wel het meest interessante incident, dat betreft eigenlijk het zogenaamde wonder van Woerden. Wat in de loop van deze uitzending zal worden verklaard, dat wonder. En dat betreft de 80-jarige oorlog en het beleg van Woerden door de Spanjaarden. In 1575, 1576. Net toen dat Spaanse beleg eigenlijk penibel begon te worden en de bevolking ook honger kreeg, ernstige honger, deed zich het fameuze wonder van Woerden voor. En wat dat wonder was, dat gaan we nu horen van Arja van Veldhuizen in het oude stadhuis van Woerden. Kijk eens, drempel omhoog. Zo, leuke schilderijen. Maar ik ben hier eigenlijk om met u te praten. En jullie kwamen voor het beleg van Woerden, heb ik begrepen. Ja, want dat beleg van Woerden, dat blijkt toch een vrij eigenaardige zaak te zijn. Want we moeten natuurlijk eerst even de zaken in de tijd zetten. Absoluut. Dus wanneer valt dat beleg? Dat is vanaf 8 september 1575 ja. Tot 24 augustus 1576. Oh, een heel jaar. Bijna een jaar. Dit is dus kort na het begin van de 80-jarige oorlog. Ja, 1572 kiest Woerden de kant van de opstand. Ja, en dan krijg je dat in 1575 ineens dat Spaanse leger met een grote massa deze kant op komt. En dan gebeurt er in Oudewater iets ja, wat dat afschuwelijk is. Ja. Ja. Misschien kunt u dat toch even schetsen, hoe dramatisch dat wel niet was. Ja, helemaal de details weet ik niet, maar wel dat het niet voor niks de moord op Oudewater wordt genoemd. Ja, want de helft van de bevolking is er ja, dat is vrij dramatisch toch? Vrij dramatisch, ik heb geen idee hoeveel inwoners Oudewater had toen. Weet ik ook niet maar precies. Een paar honderd zou toch wel? Ze waren er wel meer, denk ik. Nog meer? Ja. En vrouwen en kinderen, het ging... Alles. En het was ook heel onverwacht, want ze dachten dat ze goed bezig waren. En op een gegeven moment kwamen die Spanjaarden toch door. Ja. Nou, Schoonhoven heeft daarna zich snel overgegeven en hier in Woerden hebben ze eigenlijk gekozen om dat niet te doen. Ze hebben legers naar binnen gehaald, wat extra soldaten, vooral heel veel voedsel. En ze hebben het land onder water gezet, dat zie je op het schilderij heel goed. Plus dat ze één schans zijn gaan aanleggen, de Woerdenschans, en die ligt in de richting van Gouda. Dat is dat ding daar. En als je goed kijkt, zie je dat dat als enige ook een andere vlag heeft. Ja, dan zie je die voert. Is dat de prinsenvlag? Dat is de prinsenvlag, ja. Oranje, blanje, bleu, zeg ze toch? Toch, als ik het goed hoor, is dit een goed doordachte voorbereiding op een langdurig beleg. Ze hebben op een of andere manier ingeschat dat het wel even kon gaan duren, ja. Klopt. Want het heeft dus bijna een jaar geduurd. Het heeft bijna een jaar geduurd. Oh, ze hebben, dan is hier nog een galg, zie ik nu. Ja. Woerden. Oh, daar staat Woerden, oké. Woerden, en dan zo. Ach ja. De Spanjaarden
Die zijn toen allemaal schansen gaan aanleggen rondom Woerden. Dat is in dit schilderij dus al dan niet knullig, maar het is wel te zien. Ja, het schilderij is wel een beetje knullig geschilderd, maar dat is niet erg. Omdat het dateert het ook uit die tijd, of niet? Het is, we weten niet de exacte datum, want het is ook niet gesigneerd. Maar het is van rond 1600. En er zijn meerdere belegerde steden in Kortom, Nederland. Kortom, het is gemaakt door iemand die het had mee kunnen maken. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, en in opdracht van de gemeente. Of zelfs in Woerden woonde of zo. Wij denken dat op grond van de laatste restauratie dat er meerdere mensen aan gewerkt hebben. Nog los van dat ze in alle eeuwen ook nog geknutseld hebben aan het schilderij. Ja, want het is... Het dynamisch erfgoed dit. Als schilderkunstig object zou het geen prijzen winnen. Nee. Maar het is juist natuurlijk wel een enorm leuk historisch object. Ik heb op een gegeven moment toen het gerestaureerd ging worden, heb ik de naam stripverhaal gebruikt. Alles staat erop, ja. Nou valt mij nog iets raars op dit schilderij. Nou, dan hier zien wij Sinterklaas, als ik zo vrij mag zijn hem zo te noemen. En wat je vooral opvalt is dat witte paard van Sinterklaas, dat technisch veel beter geschilderd is dan wat we eigenlijk op de andere delen van het schilderij zien. Dus zou dat later zijn toegevoegd door iemand? En wie zou het dan zijn? Ja. Nou, wij weten niet of het later is toegevoegd. De aanname is dat er dus meerdere schilders aan gewerkt hebben. Er zijn nog één of twee andere plekken waar bij de restaurator van het schilderij zei, kijk, dat is echt veel beter van kwaliteit dan de rest. Maar die rode ruiter, zoals wij hem zijn gaan noemen, die fascineert mij enorm sinds dat restauratieproces. En het is zelfs zo dat de Rode Ruiter wordt nu een leading figuur in de Woerden 650 viering. Aha. En er worden hier nu filmpjes gemaakt met Rode Ruiters. Er zijn maar mensen eigenlijk... die... Ik heb begrepen dat de burgemeester paardrijles heeft genomen. Had hij beter niet kunnen doen. Ik wil wedden dat hij eraf valt. We gaan het zien. Maar de Rode Ruiter wordt nu als een soort gimmick gebruikt voor Woerden 650. Als je goed kijkt, zie je ook een Rode Ruiter. Op een wit paard. Wie is deze Rode Ruiter? De Rode Ruiter vormt de rode draad in het feestjaar. In alle initiatieven komt deze Rode Ruiter terug. En wat ook wel interessant is aan dit schilderij, is dat je dus allemaal namen die mensen uit de regio nog goed kennen, terugziet op dit schilderij. Want die schansen die de Spanjaarden hebben gebouwd, ik probeer me ook altijd voor te stellen hoe dat is om in zo'n vochtige omgeving bijna een jaar hier in Nederland in zo'n schans te moeten zitten. Nou, die als ze loopgraven en zo hadden, moet allemaal onder water hebben. Of liever, dan loopt heel snel water in. Lijkt me niet fijn. Maar je hebt hier dus een schans bij Kamerik, je hebt er een bij Putkop. En heel veel mensen kennen de naam Putkop hier, dat bestaat nog steeds. Dat is overigens het gebied waar ook die treinramp bij Harmelen toen is geweest. Nu 60 jaar geleden. Vossenschans is een bekende naam hier. Linschoten natuurlijk. Polanerschans. En dan heb je de Kromwijkerschans. Daar zijn allemaal nog restanten van. Niet van die schansen, maar die namen zitten nog steeds in de wijknamen en in de straatnamen. Dus het zijn echt plekken die mensen kennen. Okay. Kruisschans aan die kant. En dan Nieuwbrugge, die zit net onder de rand. Ja, het is toch, als je hier nou strategisch even over nadenkt, is het toch een wonder dat die Spanjaarden er niet in geslaagd zijn om dat klaarplaatsje in te nemen. Het is helemaal omringd met Spaanse schansen. Ja. En toch is het ze kennelijk niet gelukt. Het is ze kennelijk niet gelukt. En hier in Woerden zijn ze daar natuurlijk ook best wel een beetje trots op. Uiteindelijk kwamen er meer troepen bij. En dan hebben we het tegen de zomer van... Dat waren troepen die van de Spaanse kant. Van de Spaanse kant? Ja, dus de Spaanse kant die ging de troepen verstevigen. Toen waren ze op een gegeven moment met 14.000 soldaten rondom Woerden. Toen was het uit met de pret voor die uitjes naar Gouda. Ja. Dat kregen ze niet meer voor elkaar. En toen werd hier echt honger geleden. En dan Lang honger geleden of niet? We weten in ieder geval dat er is een soort magisch verhaal wat heel veel kinderen hier in Woerden ook altijd horen op school. Het zogenaamde wonder van Woerden. Aha, het wonder van Woerden. Het wonder van Woerden. En dat is op het moment dat ze het echt helemaal niet meer zagen zitten en helemaal hongerig waren in juli 1576. Ja. Toen schijnt er op een bepaalde dag ineens een hele stoot vissen, snoeken waarschijnlijk, over de Rijn hier de stad binnen
gezwommen te zijn. Die komen vandaar wel ja. Op dit nee. Dit is de Rijn en dan gaat het zo midden door de stad. Waar nu de Rijnstraat is, liep de Rijn tot begin jaren 60. En daar kwamen dus al die snoeken en die konden ze gewoon uit het water halen, zo gaat het verhaal. En daarmee was niet alleen de eerste honger gestild, maar ook het moreel natuurlijk enorm verstevigd. Toen hebben de Spanjaarden het beleg afgebroken. Nee, dat duurde nog weer wat langer. 24 augustus. En daar hebben de Woerdenaren gewoon pure mazzel mee gehad. Want ondertussen waren Spaanse soldaten in Vlaanderen en in Brabant aan de muiten geslagen. Oh, ja, klassiek, die hadden al die tijd geen soldaat gehad. Klassiek probleem. En toen werden de soldaten hier opgetrommeld om daar in orde op zaken te gaan stellen. Ja, interessant eigenlijk dat die snoeken het gecoördineerd hebben met de muiterij in Vlaanderen. Ja, ik weet niet hoe dat precies gegaan is, maar dat zou zomaar kunnen, ja. En in het verhaal zijn die vissen ook snoeken of zijn het gewoon veel vissen? In het verhaal zijn het snoeken. Zijn snoeken? Ja. Aha. Grote snoeken. Grote snoeken, ja. Afhankelijk van wie het verhaal vertelt, worden ze groter en kleiner. Het schijnt dat snoeken lekker zijn, maar heel veel gaten hebben. Heb ik mooi als je heel veel honger hebt, zit je daar niet mee, denk ik. Ja. Nee, dat denk ik ook. Maar ik vind dat snoekenverhaal toch wel vrij sterk, hè? Ja. En het is echt iets wat door de eeuwen heen overgeleverd is. Want het is een verhaal wat uit die tijd stamt ook. Ja. Ik ben nu in de Petruskerk in Woerden, omdat daar naar het schijnt twee glas- en loodramen zijn waarop de snoeken goed te zien zouden zijn. Daar zijn ze. Ik wil vooral die snoeken zien. En nou moet ik bekennen dat als ik het goed zie, is er maar één snoek zichtbaar plus nog wat vissen die weliswaar op vissen lijken, maar niet een indrukwekkende snoekachtige indruk maken. Maar je begrijpt wat er bedoeld wordt en zo. Want ze staan daar met meerdere personen en halen grote hoeveelheden vissen die niet erg op snoeken lijken uit de stadsgracht. En nou ja, die snoeken hebben toch, als het snoeken waren, die hebben toch de stad uiteindelijk gered van de hongerdood. Nu weten we dus wat het wonder van Woerden precies inhield. En ik moet zeggen, ik had nog nooit van het wonder van Woerden gehoord, maar ik vond het een heel leuk historisch verhaal. En ik was ook bovendien zeer gecharmeerd van dat wonderlijke, klunzige schilderij in het stadhuis, waarin het beleg van Woerden werd verbeeld. Vandaag 650 jaar Woerdense stadsrechten en in dat verhaal van Woerden is toch het wonder van Woerden een hele opmerkelijke gebeurtenis. Een goede reden om een bezoek aan Woerden te brengen.